Ik kijk erop terug omdat ik weet hoe dodelijk en levensbedreigend het was. Ik dank God dat ik de precisie had om in Hem te geloven, om mij te laten leiden en op het juiste pad te zetten, want ik had roekeloos en jong kunnen zijn. Maar ik heb ervoor gekozen om te geloven in het feit dat God me leidt en ik zijn richting zal volgen in plaats van zelf te proberen te leiden. Toen ik Hem de controle gaf en Hij mij leidde, gebeurden er dingen. En kreeg ik beter zicht op hoe ik moest bewegen en reageren? En ik ben hier nog steeds omdat dat het plan is waar ik mee bezig ben, en ik denk dat dit een eerbetoon is aan wie ik ben door God in alles te houden.